Vanmorgen kreeg ik post. En ik dacht van, oké, het is een brief met mijn naam op. Dus het gaat waarschijnlijk gewoon een of andere gekke kijker zijn die op illegale manier mijn adres heeft gevonden. En die een brief naar mij heeft gestuurd. Maar nee, het was een fucking brief van school. Geachte ouders, uw zoon, Nathan van der Gunst, heeft strafstudie op onderstaande datum. Zaterdag 14 november. Van 9 uur tot 11 uur. 'S morgens. De reden. Hou jullie vast. AUB. De reden is het ergste van allemaal. Reden. Overtreding van het schoolreglement. Ongeautoriseerd filmen op school tijdens de lessen en de pauze. Storen van de lessen. Ongeautoriseerde aanwezigheid in een lokaal tijdens de pauze. Het is dus gewoon een brief die mij strafstudie geeft voor een video die ik heb gemaakt op YouTube. Kijk, als jullie denken dat ik aan het zeven ben, hier is de brief. De reden, alles hier zo. En ik ga mijn vinger maar op de naam houden van de directeur voor die haatmails krijgt of zo. Maar we gaan dus vandaag praten over dit. Want ja, let's go. Yo YouTube, ik zit hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Dus zeker een duimpje omhoog als je deze video vet vindt. En duimpjes omhoog zijn leuk. En ja, oké. Vandaag gaan we het eens hebben over mijn strafstudie die ik heb gekregen door YouTube. Want ik vind de reden een beetje onterecht. Vandaag spelen we een spel. Niet zomaar een spel. Vandaag spelen we Star Wars Motherfucking Battlefront. Het is nog de beta, maar dit spel is gewoon nice. En ja, we hebben ook een jetpack en die werkt zo. En ja. Dat is wel awesome. Wat we gaan doen in deze video is redelijk voor de hand liggend. We gaan, ik ga gewoon mijn mening geven over die brief. En ik vind het, oké. Waarschijnlijk kom ik door deze video alleen nog maar meer in de problemen. Maar that doesn't care, oké? Dus, strafstudie. Zaterdagochtend. Door YouTube. Ik vind het een beetje zwak, maar oké. Ik moest dus naar de directeur midden in de dag gewoon gaan praten. En ik wist echt niet over wat het ging. Zeiden van, ja, je moet naar de directeur. Je weet waarschijnlijk zelf al waarom. Nee! Als ik zou weten waarom, dan ik wist niet waarom. En ik kom binnen en de directeur stapt daar binnen met een dikke smile op zijn gezicht. En toen begon hij te praten over die video. En ja, toen bleek dat ik strafstudie had en dat ik het schoolreglement had overtreden. En redenen waren 1. Dat ik zonder toestemming de lokalen heb gefilmd. Zeker dat ik niet een lokaal mag filmen. Is die muur copyrighted? Zijn die banken copyright? Oké, volgende reden. Ik heb een les gefilmd en dat mag niet. Maar in die les heb ik alleen mezelf gefilmd. De camera stond naar mij gerecht. Oh ja, by the way, als jullie die video niet hebben gezien, mijn school, dan weten jullie echt niet waarover ik het heb, maar oké. Ik had alleen mijzelf gefilmd in die les. En misschien de stem van de leerkracht. Maar niet het gezicht, alleen mij. Oh, ai. Dan nog een reden dat het gewoon echt... Holy shit, Darth Vader is daar! Wow, holy shit. Dan ga ik nog even iemand killen, want... Nog een reden was dat ik enorm slecht reclame aan het maken was voor school. Sinds wanneer moet er reclame gemaakt worden voor school? Als hij wou dat ik reclame ging maken voor school, kon hij dat ook gewoon zeggen. Maar oké, ik vind het een beetje raar dat ik moet nablijven omdat ik slecht reclame heb gemaakt voor school. Terwijl er elke dag 10.000 mensen op Facebook zetten dat school fucking saai is en dat ziektes mag krijgen en zo. Darth Vader had hard. Darth Vader is dood. Oké, maar er zijn er heel veel mensen. Ik ga een bom gooien en hopelijk heb ik een kill. Let's go, heb ik een kill. Yes! Oh shit, we hebben een... Wat een multikill. Awesome. What a beast. Oh shit, te veel enemies. Oh, weg hier. Jetpack. Oh. En dat waren dus de redenen waarom ik nu moet nablijven. Ik wist dat YouTube mee in de problemen ging werken. Op elk vlak. Maar niet dat school er iets mee te maken ging krijgen. Ik dacht dat ik volledig safe was. Ik had gevraagd. Ja, ik had eigenlijk niks gevraagd, maar oké. Ik heb alleen mezelf gefilmd. Ik heb geen leerkrachten gefilmd. Ik heb aan elke vriend die ook in de video zit gevraagd van, wil je dat wel? Is dat goed als je ook in die video zit? Ik heb alles gecheckt. En dan krijg ik strafstudie omdat ik de lokalen heb gefilmd. Omdat ik de les heb gestoord. Oeh, hier ligt er een vliegmachine. Vliegtuigje. En nu gaan wij veranderen in een vliegtuig. Let's go. Oh shit, ik ben nooit de beste vlieger geweest te spellen. Maar oké, we gaan hier gewoon een noodlanding maken. En dit grote ding uit de lucht schieten die nu voor ons vliegt. Kunnen we niet doen. Oké, ik denk niet dat het lukt. We zijn hier gewoon rondjes aan het draaien. Oké, nu gaan we looping maken. Dat was nipt, denk ik. Ik ben hier echt al 10 uur aan het rondvliegen of zo in dit ding. Zonder dat ik weet wat ik aan het doen ben. Ik vlieg gewoon een beetje rond en ik schiet op dit ding. En ik hoop dat ik het ooit kan neerschieten. Laat zeker weten in de comments wat jullie vinden van die strafstudie.
Laat zeker weten in de comments wat jullie vinden van die strafstudie. Vinden jullie hem terecht? Of denken jullie ook van, oh my god, die reden is te zwak? Laat het zeker even weten in de comments. Want dan weet ik of ik gewoon verkeerd aan het denken ben. Of dat, ja, dat ik dat weet. En daar is Darth Vader weer. Oh my god, maar ik wil in Darth Vader veranderen. Oh my god, kan ik hem doodschieten? Hallo? Hallo, Darth Vader? Hallo? Oh, daar is er een dude. Kan ik hem killen? Yes. Oké. Ja. Ik wil ook veranderen in Darth Vader. Can I change into Darth Vader? Oké, ik kan misschien niet veranderen in Darth Vader, maar daar staat er een grote hond. En hier staat er een kleine hond. Ik ben gewoon ineens veranderd in een kleine hond. What the fuck? Als het volledige spel uitkomt, ga ik hem waarschijnlijk wel kopen. Is er iets anders dan Call of Duty en zo. En er is hier een vliegtuig tegen me gevlogen en hij is kapot. Kijk, ik vind het gewoon jammer. Denk nu aan de strafstudie moment dat ik een leuke video had gemaakt. Ik heb die video ook offline moeten halen. Ik dacht er even aan om die video gewoon niet offline te halen en het gewoon niet te doen. Maar dan ga ik alleen maar meer in de problemen gekomen zijn. Maak een keer een leuke video. Een video die 50.000 views heeft. 5.000 likes. En dan moet je hem van YouTube halen. Hey, het leuke is wel dat de directeur heeft gezegd dat ik in de strafstudie wel een video mag maken. Dus dat ga ik zeker doen. En ik weet niet waar de enemies zijn. Oei. Is het nu echt te veel gevraagd om gewoon eens te veranderen in motherfucking Lord Vader of zo? I don't know. Alsjeblieft. Oh, we gaan de enemies in de back neuken. From the back. Guys, from the back. Oh my god, we gaan ze... Ik ben niet kunnen veranderen in Lord Vader, maar we zijn wel gewonnen. Ik wou gewoon veranderen in Lord Vader. Jongens, laat het zeker weten in de comments wat jullie vinden van die nutteloze kutstrafstudie. Maar oké, leven is door. Ik ben Acid, ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij het awesome? Smash die like. En ja, ik zie jullie de volgende keer wel of zo. Dus... Hello.